Vanuit verschillende kijkers heb ik e-mails ontvangen met vragen over zaken die recent het nieuws hebben gehaald. Bepaalde energieleveranciers zijn in het nieuws gekomen in verband met zonnepanelen, gratis stroom. En eentje is er wel wat langer geleden in het nieuws gekomen, maar heb ik eventjes toch opnieuw onder de loep gelegd. De video heet daarom ook de energietrukendoos. De energieleveranciers zijn de laatste tijd met de meest bizarre trukken bezig om, enerzijds klanten te lokken, maar ook om mensen met zonnepanelen een beetje buiten de deur te houden. Daarom heb ik ook onderstaan: een kat in het nauw. Van waarom zouden energieleveranciers dat doen? Daar kom ik verderop in de video nog eventjes op terug. Even terug naar het begin, in dit geval Essent. Daarvan kwam op 9 januari dit bericht in Solar Magazine te staan. Nieuwe klanten met zonnepanelen betalen bij drie energiebedrijven extra voor stroom en gas. Uh, heb ik toen ook heel veel mails over ontvangen, stond ik op het punt om daar een video over te maken. Maar een dag later kwam er alweer een correctie overheen. Nieuwe klanten met zonnepanelen hoeven toch niet extra te betalen bij Ascent en Energie direct. Uh, nou heb ik daar in een vorige video van mij nog even naar gerefereerd. Dat was een idee van Essent, bleek toch om een fout te gaan. Dus dat was toch een storm in een glas water. Nou moet ik even zeggen dat mijn vrouw toch weer een keer gelijk heeft. Sterker nog, die heeft eigenlijk altijd gelijk. Want die zegt altijd, Rick, jij bent veel te goed van vertrouwen. En zeker als het aankomt op bedrijven. En dat speelt hier ook weer. Want ik kreeg dus van een kijker een mail binnen die zegt, goh, ik zie dit uh, bij Ascent. Check eens of dat jij dat ook ziet. En uh, wellicht is het interessant voor een video. Nou, ik zal even aantonen waar het om gaat. Ik heb namelijk even de proef op de som genomen, want wat die lezer uh, of die kijker aangaf is van: ik zie een verschil tussen de tarieven met een huishouden met en zonder zonnepanelen. Dus ik heb proef op de som genomen. Ik heb één woning zonder zonnepanelen. Dat is een adres wat ik heb gebruikt, waarvan ik weet dat ze geen zonnepanelen hebben. Ik heb een woning gepakt met zonnepanelen, die staat rechtsafgebeeld dadelijk. Een woning waarvan ik zeker weet dat ze zonnepanelen hebben. Ik heb exact hetzelfde verbruik ingevuld voor beide adressen, namelijk 1250 kilowattuur op piek, 1250 kilowattuur op daltarief en 1250 kub gas per jaar. Nou, lekkere, simpele cijfers. En... Dat is toch een belangrijk om eventjes toe te voegen. Ik geef niet aan dat de woning met zonnepanelen ook daadwerkelijk zonnepanelen heeft. Dan weet je, als je een contract aanvraagt, staat er vaak een vinkje: Heeft u zonnepanelen? Ja, nee. Dat vinkje heb ik niet gezet. En dat is heel belangrijk. Dan zul je zo zien waarom dat, dat belangrijk is. Nou, eerst het adres wat geen zonnepanelen heeft. Nou, wat zien we hier? Uh, nou, wat meteen opvalt is dat deze klant kan kiezen tussen maandelijks opzegbaar. zegbaar. Oftewel variabel. 1 jaar vast en 3 jaar vast. Dat is opvallend. Ook 300 euro welkomstkorting. En maandbedrag 190 euro per maand. Nou, als je dan nou gaat kijken naar de tarieven, die staan hier. Piek- en daltarief zit vrij dicht bij elkaar. Zit binnen een cent. Dat zie ik bij wel meer aanbieders. Dat is niet zo heel bijzonder. Gasprijs 1,31 euro per kub. Mocht je je trouwens afvragen waarom er een onderscheid wordt gemaakt tot en met 2900 kWh en bij gas tot 1000 kub. Dat heeft ermee te maken dat de overheid een extra schijf heeft geïntroduceerd. Die tarieven liggen nu nog helemaal gelijk ook qua belasting. Maar mocht de overheid in de toekomst besluiten om bijvoorbeeld dat onderste, die onderste schijf, dus tot 2900 kWh en tot 1000 kub, om daar een belastingkorting op te geven, dan kan dat heel makkelijk worden doorgevoerd. Dat scheelt een hoop ellende. Ze hebben gewoon een extra schijf toegevoegd die nu nog niks doet. Maar die staat hier wel vermeld. Tot zover de woning zonder zonnepanelen. En nu, zoals gezegd, met exact hetzelfde verbruik en zonder dat het vinkje is gezet bij zonnepanelen, het huis met de zonnepanelen. Nou, wat valt hierop? Nou, ten eerste, het is niet mogelijk om een driejarig contract te kiezen. En het maandbedrag is ineens 250 euro in de maand in plaats van 190. Stroom is van 643 euro naar 900 euro gegaan en gas van 1939 naar 2105 euro. Het bijzondere van dat vinkje waarom ik dat aanhaal. Het lijkt er dus namelijk op dat Essent. ofwel een koppeling heeft gelegd met de netbeheerder. of op een andere manier een database in gebruik heeft. waarin staat welke woningen wel en welke woningen geen zonnepanelen hebben. En zelfs als je dat dus niet opgeeft. gaan ze daar wel van uit. Dat zie je hier dus ook. Ik kan dus ook niet voor een driejarig contract kiezen. door simpelweg dat vinkje bij zonnepanelen niet te zetten. Uh, vind ik opvallend. Zou kunnen zijn dat daar in het recente verleden uh, mee gefraudeerd is. Weet ik niet. Zou kunnen. Dat ze dat daarom hebben gedaan. Maar het probleem is... Dat is één dat is uh, ledige. En er zit geen welkomstkorting. Hè? Dat zie je. Die 300 euro die staat hier niet bij. Ook dat is op zich niks nieuws. Um, de... de ja, dat is een bonus. Ik vind dat altijd een badge of honor. Want zo'n zo zo korting, die geven die energieleveranciers natuurlijk alleen maar... als ze er met aan zekerheid, grenzen en waarschijnlijkheid vanuit kunnen gaan... dat ze meer dan die korting aan winst zullen maken op jou. En een wat langer geleden is dat, is dat misschien wel misgegaan... dat mensen met heel veel zonneopwek toch die korting kregen. Dus dan kreeg je korting op een negatieve stroomrekening. Dat werd gewoon niet goed op gefilterd. Dus dat dat eraf is gevallen, daar vind ik nog niet eens zo heel spannend... Wat ik wel spannend vind is wat ik nu ga laten zien. Want die prijs is hoger. Waar zit hem dat in? Dat zit hem hierin. Uh, je ziet hier een, 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 een normaal tarief van bijna 40 cent. Uh, Daltarief zit daar niet heel denderend veel onder. Zit zelfs op, uh, uh, wat is het, op, op honderdste van een cent als ik dat zo goed zie? Nee, tiende van een cent zit het net verschil. Uh, maar er zit dus een verschil tussen. En ook het gas is duurder. Gas heeft helemaal niks met zonnepanelen te maken. En toch is die Q-prijs hoger. Even voor de goede orde, deze twee woningen liggen echt, die staan heel dicht bij elkaar. Dus het zit hem niet in de transportkosten of net wat. Hier zit misschien twee kilometer afstand tussen deze twee woningen. Um, als ik even daar een percentage aan ga hangen, tussen links en rechts, dan is in het rechtergeval de stroom normaal tarief 34,6% duurder. Het daltrief 33,8% duurder en de gasprijs is 9,4% duurder. Simpelweg omdat Essent ziet op een of andere manier dat die woning zonnepanelen heeft. Maar dit trucje zorgt wel voor 723 euro per jaar nadeel in het rechtse geval. Um, wat ik alleen maar aan wil geven is, let hier dus heel goed op als je hiermee aan de gang gaat. Het adres kan Invloed hebben op de tarieven die je krijgt, zelfs bij gelijke invoer van de gegevens. In het rechtse geval, als je de zonnepanelen hebt, moet je dus al 723 euro per jaar in dit specifieke geval. Ik weet natuurlijk niet of ze naast adres heeft: zonnepanelen, ja, nee, ook kunnen zien hoeveel zonnepanelen dat er zijn. De netbeheerder weet dat, want dat heb je op moeten geven. Het zou kunnen zijn dat ze dat op die manier wel kunnen afleiden. Dus dat dit bij andere adressen een ander verschil is in tarieven. Maar in dit geval zouden de zonnepanelen al 723 euro per jaar op moeten brengen om kiet te spelen. Ja, dat is natuurlijk waanzin. Echt, als, je, als ik zonnepanelen zou hebben, dan zou ik wel weten bij welke, welke aanbieder ik niet mijn contract onder zou brengen. Dus let hier even heel goed op. Dan een ander voorbeeld. Budgetenergie is natuurlijk uh, recent in het nieuws gekomen. Hè. We gaan ook extra kosten rekenen voor zonnepanelen, maar soms wel gratis stroom. Uh, ik had al wat beter naar mijn vrouw geluisterd, dus ik dacht van ja, 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 ja. iets wat gratis wordt weggegeven. Een, een for-profit organisatie, een for-profit bedrijf geeft iets gratis weg. Dan moeten we toch al bij onszelf te raden gaan: wat is het addertje onder het gras? Gelukkig, budgetenergie haalt niet hetzelfde trucje uit als de cent. Ik heb dezelfde truc ook bij hen uitgehaald, en dan krijg ik exact hetzelfde maandbedrag. Dus die koppeling uh, leggen zij niet. Dat is alvast een positief iets. Maar de trucendoos is nog lang niet leeg. Er zijn nog veel meer mogelijkheden die ze kunnen toepassen. Om te beginnen de problemen. Nou, zoals al in het nieuwsartikel stond. Ze gaan kosten rekenen voor het terugleveren. Vrijwel hetzelfde model als wat Van der Bron aanhoudt. Geschatte terugleverkosten per kilowattuur wat teruggeleverd wordt. Zit daar een maandelijks bedrag aan. Echt, zo gauw ik dit zie. Terugleverkosten wegklikken. Andere aanbieder kiezen. Uh, het is echt van de gekken dat je hier op deze manier voor moet betalen. Uh, het is echt... Nee, moet je gewoon niet, niet op ingaan. Plus, als je daarboven kijkt. Terugleververgoeding. Die is heel laag, hè? dat zie je, 5 cent per kilowattuur. Dat is die volgens mij bij Essent ook al een tijdje, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ja, zeker met mensen die veel zonnepanelen hebben en die overschot hebben. Als je dat weggeeft voor 5 cent, dan geef je het feitelijk voor niks weg. Zelfs op een dynamisch contract zou je gemiddeld genomen nog een hogere terugleververgoeding krijgen dan dat. De terugleverkosten, wat ik net al noem, voor mij persoonlijk een no-no als ik dat zie... Weg, andere aanbieder kiezen. Kijk daarom ook altijd voor jezelf naar je eigen situatie. Zonnepanelen, hoeveel zijn het er? Wat verbruik ik zelf? Dit en dit en dat. Kijk naar de verschillende aanbiedingen en kies alleen voor de prijzen die in jouw voordeel werken. Ik heb onder een vorige video van mij een persoon gehad die liep te klagen dat hij werd gestraft voor zijn zonnepanelen, want ze gaan een boete, boete in rekening brengen. Ja, waarom blijf jij daar klant? Ga daar gewoon weg. Als jij een winkel ineens veel te duur vindt te zijn geworden, dan ga je toch ook naar een andere winkel toe. Dan ga je toch ook niet daar tegen je zin in te veel geld uitgeven. Dat zijn overigens wel klanten die dit soort partijen graag hebben. Maar ik zou persoonlijk dat niet doen. Maar zoals gezegd, de energie is wel gratis in de zomer. Stond in het artikeltje vermeld. Ik heb even op de website gekeken. En dan zeggen ze dit. Nou, elk weekend van april tot en met augustus, tussen 12 uur smiddags en 5 uur, gratis stroom. In combinatie met een eenjarig contract. En je betaalt wel de energiebelasting over je stroomverbruik. Dat is logisch. Hè? Dat is netto positief verbruik, daar betaal je belasting over. En uh, BTW. Uh, en de rest doet in dit geval niet ter zake. 12 tot 5. Uh, dat klinkt leuk, maar het is nou net precies niet waar je iets aan hebt. Per direct. Want 12 uur, dat is te laat voor de ochtendpiek. Zochtend zit er altijd een piek in, dus de stroom doorgaans heel duur. En net voor het avondeten stopt die. <laughs> voor mensen die elektrisch koken, zou dat misschien een voorbe voordeel kunnen zijn. Dus daar kun je al niet heel veel mee. Tussen 12 en 5, dat zul je ook zien op de wat zonnigere dagen of wanneer het uh, uh, goed waait. Dat zijn ook vaak de uren waar de stroomprijs heel laag is. Zeker in het weekend, omdat er dan gewoon relatief weinig vraag is. Dus. Wat geven ze nou in feite gratis weg? Ze, ze benoemen het hier als volgt: Waarom gratis stroom? We bieden gratis groene stroom aan in lente- en zomerweekenden tussen 12 en 5, april tot en met augustus. In deze periode is de meeste groene stroom beschikbaar en de behoefte aan ontlasting van het elektriciteitsnet het grootst. Door gratis stroom aan te bieden, hopen we verbruik op groene momenten te stimuleren en gedragsverandering te creëren. Daarmee kan de energietransitie worden versneld en de energierekening voor consumenten worden verlaagd. Nou. Uh, ten eerste, de ontlasting van het elektriciteitsnet is het grootste. Dat klinkt heel logisch, dat is het ook. Het probleem is alleen, dat is voor budgetenergie totaal out of scope. Dat is namelijk een probleem van de netbeheerder. Budgetenergie is een energieleverancier. Die verkopen dus aan de ene kant stroom en verkopen het aan de andere kant. Maar de belasting van het net en de ontlasting van het net is voor hen geen probleem. Snap je dus? Ik vind het heel raar dat ze dat hier zo schrijven, dat doen wij. Uh, maar dat is hun verantwoordelijkheid in feite helemaal niet. Je hebt natuurlijk wel te maken met profielen van gebruikers die moeten kloppen. Daar zouden ze misschien nog een boete kunnen krijgen of kunnen ontlopen. Maar ik vind het een raar in deze context. Uh, groene momenten te stimuleren, gedragsverandering te creëren. Daarmee kan de energietransitie worden versneld en de energierekening voor consumenten worden verlaagd. Nou, de energierekening voor consumenten worden verlaagd. Daar doen zij dus alles aan om dat juist tegen te gaan. Want dat zag je net met dat lijstje met kosten voor mensen die zonnepanelen hebben. Dus dit vind ik een beetje een leeg, een leeg gebaar. Dus ik vind het een hele. Dit lijkt er een beetje op alsof er is gedacht: van we moeten een reden verzinnen naar buiten toe. om dit logisch te laten klinken. Want wat we aan de achterkant doen, is niks anders dan onze eigen cashflow veilig te, zet, te stellen. We vinden het eerlijker op deze manier. Dan denk ik altijd eerlijker voor jullie aandeelhouders. Ja, dat laatste stukje laten ze altijd weg. Tenminste, dat, zo zie ik het. Hè. Ik kan het niet hard maken, maar die durf ik wel aan. Dus dat staat op hun website. En aan de linkerkant, hè, dat groene blokje, in groen lettertype op een groene achtergrond. Ja, dat zijn de trucjes eh, die ik nog ken van lang geleden. In de hoop dat mensen het niet zien. De actievoorwaarden die van toepassing zijn. En dat is interessant. Altijd kijken naar de voorwaarden. Waar zeggen we nu ja tegen? En dan zul je al vrij snel zien hoe dat dit aanbod, wat in eerste instantie, oeh, er wordt iets gratis weggegeven. Um, ik denk dat dat alleen maar een PR-plaatje is wat eigenlijk wordt getoond in de hoop dat mensen, dat dat de aandacht afleidt van het feit dat ze die boete gaan berekenen voor mensen die zonnestroom terugleveren. Want wat staat daar namelijk in? Nou. Als je je bij Budget Energie als nieuwe klant aanmeldt... ...voor een éénjarige energiecontract ontvang je van 1 april tot en met 31 augustus... ...elke zaterdag en zondag gratis stroom van 12 tot 5. Nou, logisch, dat stond er net ook al. Hè? De stroom zelf is gratis, maar over het verbruik betaal je wel belasting. Ook dat is logisch. Belastingdienst, dat geldt voor iedereen. Maar nou komt het. We kunnen op ieder moment besluiten om de actie te beëindigen of te wijzigen... Daarmee bedoelen ze, wanneer deze actie daadwerkelijk geld gaat kosten, dan, dan staat het ons vrij om de actie te beëindigen of te wijzigen. Wat hier ook staat, nou, dat staat hier niet, maar wat ze hier dus wel mee willen zeggen, is jij bent een eenjarig vast contract aangegaan. Daar hoort deze actie bij, maar het staat ze dus vrij om op ieder moment die actie te beëindigen, zonder dat dit invloed heeft op jouw lopende contract. Dan nou, hebben ze daar helemaal aan het einde nog wel een voorbehoud bij, maar dan moet je, daar zit ook nog weer een haakje aan. Maar dat is wat hier in feite staat. Dus let daar goed op. De actie geldt uitsluitend voor huishoudens. Particulier gebruik. Dus de volledige zakelijke markt wordt uitgesloten. Ook MKB enzovoort. Met een aansluiting van 3x25 ampère of kleiner. Ik denk dat ze dat bewust hebben gedaan. Omdat met name er wat meer... Welgestelde huishoudens, die willen nog wel eens een keer 3x35 hebben. Voor de sauna en dit en dat. En die hebben ook vaker een elektrische auto. En dan zou het natuurlijk wel heel leuk zijn om die elektrische auto op te laden met die gratis stroom. En ik denk dat ze dat op die manier een beetje proberen te beperken. Door alleen maar bij 3x25 ampère of kleiner dit toe te staan. Zou een rationale kunnen zijn, weet ik niet. Maar dat zou mij niet verbazen. De, het is de belangrijkste. De gratis stroom is bedoeld voor eigen gebruik en daarnaast niet bedoeld om een thuisbatterij op te laden. Ja, dat was natuurlijk de gaafste use case die ik in mijn hoofd had zitten. Hè? Zodat je buiten de uren dat de stroom gratis is, ook nog de gratis stroom uit de thuisbatterij kunt gebruiken. Wanneer we constateren dat je hier niet aan houdt of op een andere manier misbruik maakt van deze actie, heel breed maken, niet te specifiek. Als de klanten iets hebben verzonnen waar wij nog niet aan hadden gedacht, dan telt dat ook niet. Dan kunnen we je uitsluiten van deelname aan deze actie. Ook hier geldt weer: wanneer het ze echt pijn gaat doen, kappen ze het gewoon af. Ik vind dit ook een hele, hele bijzondere. Want ze hebben het net over het ontlasten van het net. Nou, hoe ontlast je het net? Door inderdaad op het dat er overdag heel veel zonnestroom is of heel veel wind om dan te gebruiken. En de pieken van de avond weg te nemen. Maar dat mag dus niet volgens deze regels. Dat geeft ook nou weer eens aan dat dat ding wat we net zagen, dat witte blokje met die zogenaamde uitleg. Dat dat eigenlijk gewoon een wasse neus is. Want als het echt ging om netstabilisatie, dan zouden ze dit juist stimuleren. Maar dat doen ze niet. Gaan we verder. De actie vereist een werkende slimme meter die op afstand uitleesbaar is, dus niet administratief uitstaat. En toestemming aan ons geeft om je meterstanden per kwartier op te vragen bij je netbeheerder. Zo kunnen we namelijk bepalen welke elektriciteit je verbruikt tijdens de uren dat de stroom gratis is. Als we op enig moment niet kunnen beschikken over de benodigde meterstanden, dan kan je voor de betreffende periodes geen aanspraak maken op de gratis stroom. Dit, dit is op zich niks bijzonders, dit kennen we al. Heel lang van de dynamische contracten. Daar is het ook een vereiste dat die slimme meter continu uit te lezen is. Alleen de grap is dat het hier dus om een vast contract gaat. Waarbij het dus ook verplicht is om die meter elk kwartier uit te laten lezen. Dat is eigenlijk een combinatie van een vereiste wat normaal bij een dynamisch contract zit. Op een vast contract, omdat het hier binnen specifieke uren een ander tarief is. En dat moeten ze natuurlijk wel kunnen zien. Dus op zich is dit niet raar, maar is wel even iets om in gedachten te houden. Wil dus ook zeggen dat mensen met een. Domme digitale meter of met een oude draaischijfmeter, geen gebruik kunnen maken van dit aanbod, maar dat is bij dynamische contracten niet anders. Budget Energie behoudt zich het recht voor deze actie en de actievoorwaarden te wijzigen. We zullen het, het lijkt een beetje op die eerste hè, die we net zagen. We zullen het voornemen tot een wijziging minimaal 30 kalenderdagen voorafgaand aan die wijziging aankondigen. Indien je de wijzigingen niet wenst te accepteren, dan staat het je vrij om de leveringsovereenkomst kosteloos te beëindigen. Dus dit is die uitzondering: hè? dat je dus niet daaraan vast zit. Je mag beëindigen, maar heel vaak moet dat wel binnen een bepaalde periode. Dan krijg je meestal. Ik weet het niet, een maand voor, vier weken, ik heb geen idee. Ben je te laat of zie je het te laat? Dan zit je alsnog vast aan het lopende contract, terwijl de actievoorwaarden niet meer gelden. Dus hier wordt eigenlijk de verantwoordelijkheid bij jou als klant gelegd. Let op klant. Wij laten het wel weten, hoe dat staat hier niet vermeld, maar misschien op de website, in de e-mail, geen idee. Mis je dat bericht? En ben je nog steeds klant nadat de actie is beëindigd en je hebt niet opgezegd? Loopt je contract in feite gewoon door gedurende de contractsperiode. Dus er zitten heel veel haken en ogen aan dit aanbod. In eerste instantie klinkt het heel leuk, maar dan ga je beter kijken dan denk je, ja, ah, er zitten hier en daar alweer wat beperkingen aan. De belangrijkste is, is natuurlijk met die thuisaccu. Dat zou, ja. Dan zou het ze namelijk echt, echt, echt pakken op hun cashflow. Want dan neem je ook gewoon stroom niet meer af op de momenten dat ze het kunnen factureren. En dat sluiten ze hier heel bewust uit. Conclusie, de gekke bochten waar energieleveranciers, want deze twee zijn echt niet de enige hoor, zich in wurmen betekenen maar één ding, particuliere zonnepanelen tasten het verdienmodel van energieleveranciers ernstig aan. Um, ik heb daar geen kijk op. Ik heb geen enkel inzicht in de boeken van enige energieleverancier, maar als ik zie aan de voorkant wat ze allemaal doen, het creatieve trucjes zoals we hier hebben besproken, maar ook al eerder aan bod hebben laten komen in een andere presentatie van mij, eh, zaken die ik in de jaren daarvoor echt nog nooit heb gezien, dat doet mij vermoeden dat, eh, dat ze echt, echt een probleem beginnen te krijgen met hun verdienmodel op bepaalde klanten. Met name de klanten die dus zelf hun energie opwekken. Dat zijn klanten, daar verdienen ze ofwel te weinig aan of niks, of ze lopen er zelfs op leeg. Kan ik niet bepalen. Dat zou een reden kunnen zijn waarom dat ze dit doen. Wat ze hier doen, mag overigens gewoon. ACM heeft dan aangegeven dat dit in feite gewoon, gewoon, gewoon legaal is. Dus je moet echt zelf heel scherp zijn waar je je energiecontract onderbrengt. Ik kan hier ook al staan, ik zou bijna medelijden met ze krijgen. Het zijn for-profit organisaties. Uh, de winsten die menig energieleverancier maakt spreken nog steeds boekdelen. Maar goed, van de andere kant vind ik daar ook geen probleem. Niemand komt s morgens zijn bed uit om kiet te spelen. Je moet er wel iets aan overhouden. De vraag is alleen: staat dat nog in verhouding wanneer je zelf als particulier degene bent die de energie produceert? Dat wordt richting de toekomst nog heel interessant. Zeker als de thuisaccu duidelijk wat meer, uh, wat meer uh, uh, aftrek vindt in Nederland en op meer plekken geplaatst wordt. En er dus ook daadwerkelijk bijna geen kilowatturen meer door de hoofdmeter heen gaan. Ja, wat valt er dan nog te factureren voor dit soort partijen? En, wat ik in een vorige video al had aangehaald, de ideeën. Die ik van, eh, van Enface heb gehoord met virtual power plants: dat verschillende consumenten samen een energieaanbieder kunnen gaan beginnen, die rechtstreeks met de markt handelt. Ja, als dat eenmaal speelt, dan is eigenlijk de business case voor een energieleverancier voor, voor dat soort klanten in ieder geval: uh, ja, dat is geen markt meer voor hen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat richting de toekomst gaat doen. Voor nu, richting jullie, houd je ogen dus goed open en speel met adressen. ...verbruikscijfers enzovoort, om de echte werking van het aanbod inzichtelijk te krijgen. Dat werken met adressen is in feite niks nieuws. Dat is bij verzekeringen al sinds jaar en dag zo. Pak bijvoorbeeld je eigen autoverzekering, vul je kentekenis voor de geinen... ...en dan pakken ze een adres midden in de stad en een adres ergens achteraf op een boerenerf. En nou, je zult schrikken van het verschil in premie. Dus dit is op zich niks nieuws. Het is wel iets nieuws voor uh, energieleveranciers. We zagen het vroeger eigenlijk alleen maar met de transportkosten van gas, omdat dat natuurlijk regioafhankelijk is, afhankelijk van de afstand vanaf Groningen. Omdat daar natuurlijk de, hub, de, de gashub zit. Dus, uh, maar we zien het nu dus ook op andere plekken. En het is heel bijzonder om te zien dat er dus onderscheid wordt gemaakt met de stroomtarieven, maar ook met de gastarieven. Dus de gastarieven worden misbruikt om de verliezen te compenseren aan de stroomkant. Waarbij het ook nog eens interessant is dat eh, ik meen dat het budget energie was, maar dat weet ik niet meer zeker. Die kon je ook niet afnemen, dat contract, met alleen maar stroom. Daar moest gas bij. Kan zijn dat ik een vinkje heb vergeten, dat ik niet goed heb gekeken, maar het leek erop alsof het verplicht was om gas af te nemen. Ik raad namelijk altijd aan om gas en stroom bij twee verschillende. Partijen af te nemen. Dus pak de goedkoopste aanbieder van gas. Breng daar je gas onder, of ga met gas bijvoorbeeld dynamisch zitten. En pak je stroom bij degene die voor jou het gunstigste is. En dat kan dan vast, variabel of dynamisch zijn, net wat je wilt. Maar dat hoeft niet per se bij dezelfde aanbieder te zitten. Sterker nog, ik haal momenteel meer voordeel uit het feit dat ik het bij twee verschillende aanbieders heb ondergebracht, dan om het te combineren. Maar vrees niet, zou ik bijna willen zeggen. De toekomst is nog steeds positief. Uh, de zonnepanelen die op daken liggen, of die nog op daken gaan komen, ze blijven gewoon jarenlang, wat zeg ik, decennia lang energie opwekken. En het is alleen nu het spel geworden aan onze kant. Wat gaan we met die opgewekte energie doen? Gaan we die zelf gebruiken, opslaan en, en of verkopen? En aan wie gaan we het verkopen? Onder welke voorwaarden? Uh, je hoeft niet, ik ben er zelf niet bang voor dat alle energieaanbieders dit gaan doen. We hebben momenteel 31 verschillende energieaanbieders in Nederland. Er zijn er nou een stuk of twee, drie, vier die dit doen. Ja, ik vind het nog niet zo spannend. Er is nog concurrentie genoeg. Maak daar ook gebruik van en ben niet bang om over te stappen. Ik heb het al eerder genoemd. Toon geen merkloyaliteit. Kijk alleen maar naar het aanbod en baseer daar je keuze op. Tot zover. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, laat het onder de video zeker even weten. Je mag mij ook altijd sponsoren als je dat wilt. Dat staat ook onder de video vermeld. En dan wens ik jullie bij deze een fijne avond. Dank.